De centrale voor vissershavens in Suriname, Cevihas, heeft vanmiddag haar nieuwe website gelanceerd. Ook heeft zij de rebranding van haar bedrijf bekendgemaakt. Met de rebranding wil Cevihas het bedrijf zichtbaar maken voor de visserijsector. Cevihas is een parastataal bedrijf met een meerderheidsaandeel van het ministerie van LVV. Volgens bondsvoorzitter Diana Dwarka heeft het bedrijf niet zo'n klinkende naam in de samenleving. Cevihas is volgens hem alleen bekend in de sector. Niet zo klinkend als bedrijven in de sector als Seal en andere bedrijven. Maar laten we dit ervan zeggen dat Cevihas een cruciale rol vervult in de visserijsector. We zijn misschien niet groot, maar de plaats die we innemen in de sector is één van een heel belangrijke. Miss John, strategieconsultant van het bedrijf, zegt dat het wijzigen van het bedrijfslogo belangrijk was omdat het voor verwarring zorgde in de sector. Eigenlijk die brand en hoe het eruit zag niet paste bij wat het bedrijf aan het doen was en bij de mensen die er hier werkten en de manier waarop er gewerkt was. De focus in het begin was vooral bij de strategie, de intangible assets, zoals de customer experience. Dat zie je dus ook weer tot uiting in de ISO-certificering en andere customer experience gerelateerde investeringen die dus toen gedaan zijn binnen Cevihas. Maar de intangible assets die zijn natuurlijk ook van belang. Volgens directeur Daryl Boutou was de rebranding noodzakelijk omdat het eerste logo een ander beeld gaf van wat het bedrijf precies doet en wat zij in de toekomst wil bereiken. Boutou benadrukt dat Cevihas niet per se gericht is op de gehele samenleving, slechts het deel dat zich met de visserij bezighoudt. Omdat wij richting een haven gaan waar vissersboten voornamelijk worden gefaciliteerd, hebben wij ook met elkaar gemeen om het daadwerkelijk zo te brengen naar de mensen. Op de eerste plaats onze klanten en op de tweede plaats de mensen die natuurlijk zich betrokken voelen, de samenleving die meer wil weten over het bedrijf. Als je kijkt naar Cevihas, je kijkt nu naar ons nieuw logo, dat zegt dat je wel iets van een haven. Anders dan wanneer daarvoor mensen steeds vroegen van hoeveel vis heb je voor werk, mag ik wat vis halen, begrijp je? Maar ik kon ze het niet kwalijk nemen, omdat ons logo natuurlijk uit vis, alleen maar uit vissen bestaat. Weet je, het zijn niet echt iets van onze havendiensten die we hier aan het bieden zijn. We doen niet aan verwerking van vis, we doen alleen aan facilitering door middel van onze haven. Faciliteren we de totale visserijsector in Suriname. Directeur Daryl Boutou van de Centrale voor Visserhavens in Suriname, Cevihas. Wij spraken hem na de lancering van de website van het bedrijf en de rebranding en onthulling van het nieuwe logo.